Ik ben Lucadé. Ik ben 10 jaar. En ik doe aan BMX fietscross. Het is een extreme sport waar je zo snel mogelijk het parcours moet afleggen. Waar je allemaal obstakels tegenkomt. De obstakels zijn bulten, zoals een enkel, een dubbel en een triple. Voor BMX is het belangrijk dat je veel kracht hebt. Daarom doe ik ook krachttrainingen en sprongtrainingen. Het allerleukste, dat vind ik springen. Omdat je lang in de lucht zit. Ja, en dan vind ik wel vet dat je dan ook zo hoog zit soms. Als je goed wil landen, heb je echt kracht nodig. En als je dat niet doet, dan zak je door je fiets in. Word je sowieso niet eerste. Als je goed wil worden in BMX, dan moet je trainen, trainen, trainen en nog eens trainen. En daarom heb ik mijn eigen crossbaan in mijn achtertuin. Ja, je kunt er ook voor de lol over fietsen en je kunt er ook voor je techniek op trainen. In de tuin op de crossbaantje had ik de mini BMX en op de echte baan zit ik op mijn echte BMX. Dit is mijn fietsnummer en ik heb mijn naam erboven gezet. De fiets heeft maar één rem, dat is de achterrem, want voor heb je niet nodig, want anders ga je voorover. En je hebt op de trappers pinnetjes, zodat je grip hebt, dat je niet van de trapper afglijdt. Ja, en het zadel staat laag, omdat je dan het ruimte hebt om over je hele fiets te bewegen met de springen of met het pompen. Mijn sterke punt is pompen en pompen ziet er zo uit. Ik heb wel eens bij wedstrijden gehad op het laatste stuk, dan lag ik bijvoorbeeld tweede. En de andere die was dan aan de techniek, bijvoorbeeld achterwielen of springen. En ik deed allemaal pompen, pompen, pompen en dan kwam ik hem nog voorbij. En verder is natuurlijk belangrijk een helm, handschoenen, een bodyprotector. En als je wil, kun je ook een bril dragen. En als je goed bent, kun je bekers winnen. Heel veel bekers. En dit is de beker waar ik het meest trots op ben, omdat deze van het NK is, Nederlands kampioenschap. Toen was ik tweede geworden en daar was ik echt heel blij mee. Ik vind het altijd leuk om, als je in de finale staat en je staat aan het starttrek, dan ben je ook wel zenuwachtig. Denk je, oh, zou ik een goede start hebben? Ben ik snel weg of zou ik laat zijn? En dat vind ik wel een fijn gevoel. Ik voel dan gewoon echt winnen, zeg ik in mezelf, gas erop. Eerst worden. Die beker pakken. Riders ready, watch the game.